Alles gaat niet opgelost worden in één jaar bij Feyenoord. Ze hebben 5 prijzen gewonnen in Lasse. Ja. 4 jaar. Ja. Wat is het probleem? Iedereen maakt nou in één keer alsof Feyenoord helemaal niks is. Of dat er één grote ramp is, Feyenoord. Nee, maar... Ze hebben meer dan Ajax gewonnen de laatste... Ik bedoel, er gaan volgens mij ook mooie dingen gebeuren, toch? Bij Feyenoord. Volgens mij hebben ze een net nieuw trainingscomplex. Toch? Ja. Ze zijn bezig met het stadion, wat misschien wel of niet... Dus er gaan hartstikke mooie dingen gebeuren. Maar in de spelersgroep? Waar hebben we het over? In de spelersgroep? Ja, maar dat zal vervest moeten worden. Zullen juist, en dat, en dat kan niet in één transferwindow. Nou, dan doen we het in 2. Dus dat kost tijd. Ik zit die tattoo in jouw nek te lezen. Jij bent gewoon een optimist. Tuurlijk. Jij bent in jouw nek... Stars can't shine without darkness. Ja. Dus je zegt, ja, vanuit de shit komt het mooie. Ja, word mijn assistent, hè? Dat weet je toch? Oké, ja, ik word assistent, begrijp ik. Maar welke club? Ja, ja, welke club? Dat komt nog. Komt er een club? Heb je bij Chelsea? Heb je een club dan? Nee, het zou bij Chelsea kunnen, want ja, hebben weer 6-0 Feyenoord! Ja, Chelsea vandaag met 6-0 verloren van Manchester City. Daar zit je ook nog terug naar te kijken. Maar het is, afgelopen dit gesprek, jij doet het mooi dat je überhaupt genoemd, want dat zegt iets wel over de manier waarop je hebt gewerkt met jouw staf bij VVV. Het zegt niet over de club, het zegt niet over jou. Het zegt over je ambitie ook. Dat is het. Precies. En niet meer dan dat. Dat is het. Maar Van Gaal wordt ook genoemd weer, begrijp ik. Nee, maar die gaat het niet doen. Nee. Die gaat dat niet doen. Maar ja, die gaat het zeker doen. Truus is natuurlijk Rotterdammer. Rotterdamse. En Henk wordt natuurlijk weer genoemd. Ja, Henk wordt ook weer genoemd. Ja. Ja. Maar goed. We gaan het wel zien.